Hey, zet je te shaken? Mooi zo. Want deze keer laat ik je zien hoe je op een makkelijke manier een shaker kunt maken. Kijk, ik heb allerlei blikjes en potjes en busjes verzameld, waar straks allemaal rammeldingetjes in kunnen. Er moet wel een goed deksel op zitten, want anders gaan we spulletjes verliezen. Kijk, ik heb iets van groot naar klein. Van ijzer, van plastic, van alles eigenlijk. Nu nog iets om erin te doen. Ik ga wat zoeken. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal kleine droge dingetjes die je heel goed kunt gebruiken om mee shakers te maken. Kijk, kleine spijkertjes, oude schroefjes, steentjes uit de tuin. Rijst doet het ook heel goed, maar ook mais. Moet je even vragen aan de kippen of je wat mag lenen. Deze dingetjes van blikjes of oude doppen. Stukjes hout of stukjes tak die je zelf gebroken hebt. Dat kun je allemaal heel goed in die busjes stoppen. Oké, de busjes zijn gevuld met van alles. Kijk wel even goed uit dat de dekseltjes echt goed vastzitten. Bijvoorbeeld dat de rijst niet straks in je oog vliegt. Dus even, of de spijkertjes in de rond vliegen. Dus doe er even een plakbandje aan de bovenkant stevig omheen. Zodat alles er goed in blijft. En dan is het natuurlijk shaken geblazen. Lekker geshaked zeg. Nou, je hebt er dus bijna niks voor nodig. En het hoeft ook niks te kosten. Dus ik zou zeggen, ga lekker... Ja, wat is dat? Wat? Versieren? Dat is een goed idee. Nou, leuk hè? Gewoon een paar leuke plakbandjes erop. Of een paar stickers. Nou, dan heb je een prachtige shaker. Goed. Nou ga ik eens even aan een andere shaker. Ajo.